jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Annie Huid. Ik ben Annemieke en ik neem jullie mee in mijn haak- en breiavonturen van de afgelopen week. Ik heb niet zo heel veel gedaan. Ik ben wel lekker bezig geweest omdat het zo warm is de afgelopen dagen. Heb ik kleine projectjes gedaan en wat niet al te warm is. Ik doe wel 's ochtends mijn granny square deken. Kijk hoe leuk. Ja, ik ben er wel heel blij mee. Hij wordt lekker groot, dus hij is best warm op mijn schoot. Dus daar doe ik meestal 's ochtends eventjes aan voordat ik naar het werk ga. En voor de rest doe ik eigenlijk altijd een beetje sokken breien en kleine projectjes. Ik had jullie verteld dat ik de Katia trui opnieuw was begonnen. Maar die ga ik uithalen. Ik ben nu op 2,5 bezig. Ik vind hem wat stijf. En nou is het lijf goed, maar de mouwen zijn nog lang niet wijd genoeg. Dus ik ben gestopt met het meerdere van de mouwen. Dus dat kan je ook wel zien. Kijk, ik ben gestopt hier met het meerdere van de mouwen. Van het lijf. En bij de mouwen ben ik nog verder gaan. Maar ik vind het gewoon niet mooi. En ik ben er klaar mee. Dus ik ga hem uithalen. En ik ga een ander topje maken. En dat is de Home Camisole. Deze. In hetzelfde garen. En daar ben ik al een heel eind mee. Ik heb de driehoekjes allemaal klaar. En dus ik kan alleen het lijf moet ik dan nog breien. Dus dat is een heerlijk klein werkje wat niet zo heel warm is. Dus daar ben ik mee lekker mee bezig. En dit is garen. Heb ik toen bij Edna gekocht. De Colin. En dat is 65% katoen en 35% linnen. Dat is deze. Dus ik ben er wel heel blij. Hij past. Dit zit goed. Ik doe bij mijn armsgaten even een paar steken minderen. Want hij was iets te wijd. Maar dan komt het vanzelf wel goed. Ja, en hier ben ik wel blij mee. Dus hopen dat het zo blijft. Dus daar ga ik lekker mee verder. En aangezien dat het nog een tijdje warm blijft, is dit een heerlijk truitje om lekker aan te breien. Ik ben ook bezig met sokken, want dat vind ik ook altijd wel lekker als het zo warm is. Wil ik geen grote projecten op mijn naalden staan. En dus ik heb de zomersokken van de Season of Sokkelon opgezet van Luna Sternitz. En ik ben al bij de voet. Je moet 6 contrasterende kleuren hebben. Dus die doe ik allebei weer wisselen. Nou, er hangen ook draadjes aan. Deze moet ik allemaal afhechten. En dus ik ben lekker met de spie bezig. Dus af en toe steek je minder totdat ik weer 28 steken heb. En dan gaan we gewoon weer in het rond breien. Dus ik heb niet zo heel veel breitijd de komende dagen. Ik moet vanmiddag werken en vanavond. En morgen overdag werken. En zaterdag vieren we de verjaardag van de kinderen. Dus dat is niet zo heel veel breitijd. En ik hoop ze zondag af te hebben. Want op maandag 1 juli begint de zomerijzersokken van VMCJ Knitwear en de Yarn Divas en Christa en Sils Meisje. Die hebben een super leuk pakket samengesteld. Oh ja.
Sales Meisje heb deze tas gemaakt. Ik heb er al een video van gemaakt. Een unboxing. Die kunnen jullie zien op mijn YouTube kanaal. Het staat op All You Need Is Yarn en Ice Cream. Nou, dat komt voor deze tijd van het jaar wel heel mooi uit. Mocht je de video willen kijken, ik ga niet alles nu laten zien. Ik zal het garen even laten zien. Deze. En er zit een heel leuk patroon, maar die mag ik nog niet laten zien. Dat zien jullie allemaal 1 juli. Dus dit is het garen. Superleuk. Ik heb er echt heel veel zin in. En in het patroon ook. En er zitten allemaal lekkere dingen in. En steekmarkeerders. Wil je de unboxing zien? Dan zou ik even naar, naar mijn YouTube kanaal gaan. Ik zal hem aan het einde van de video wel even erin voegen. Zodat je ook nog kan kijken. En dan ga ik even iets pakken. Ja, daar ben ik weer. Van het weekend ben ik lekker bezig geweest met, hebben jullie misschien wel gezien op Instagram, spelen met kleuren. En heb ik lekker de verfpannen weer aangezet en ben ik lekker gaan verven. Als het goed is, staan ze al online in mijn webshop, dus daar kan je ze bestellen. En ik zal even laten zien welke ik heb geverfd. Ik heb deze, lekker blauw met geel. Maar er zit oranje in en een beetje roze en een beetje spikkels. Dus deze. Echt was heerlijk om te doen. En paars, roze en blauwe spikkels met wit. Heerlijk zomers. Als je 2 strengen kan je ook nog een mooi topje maken. Dus echt super leuk. En lekkere spikkels met roze en ja, ik ben echt super blij met het resultaat. Het is echt zo leuk. Ik heb ook een nieuw garen in de webshop. En even kijken hoor. Ik had ook een zebra garen. Deze kleurtjes. Ik heb er niet zo heel veel nog in staan. Ik heb 2 roze, 1 oranje en 1 groene. Ja, is toch echt vet. Dus mocht je ze willen, staan in de webshop. En kijk, deze kan je ook super leuk combineren. Oranje, groen. Dit zijn egale kleuren, nou ja, wat je egaal kan noemen, er zit wel wat verschil in. Deze is 2 kleuren, dus oranje met groen. En deze is helemaal groen. Dus als je nou een hele leuke sjaal wil, dan doe je deze 2. Super cool. Het wordt een beetje vol. En ik heb nog deze, dus een beetje taupe met paars. Daar heb ik 2 strengen van. Super leuk om ook een sjaal mee te maken. Of gewoon lekker sokken. Ja. Dus ja, ga naar mijn webshop www.anniehaaks.nl. En daar staan ze in de webshop bij de strenge garen. Ja, super leuk om te doen. En dit is allemaal 75% nylon. Nee. 75% merino met 25% nylon. Dus echt, ja. Ik hou ervan. Ik vind deze echt heel gaaf. Deze combinatie. Ik heb ook nog mini-strengetjes in de webshop staan. En die zijn nog steeds in de aanbieding. Dus als je 5 minis bestelt, krijg je er 1 gratis. Dus het is 4 betalen en krijg je er 1 gratis. En die mag je zelf uitzoeken. Ja, staan in de webshop. Nou, en dit zijn echt zomerse tintjes. Lijkt wel ijsjes. Deze vind ik ook zo leuk. Ik denk dat ik er 2 zelf ga houden. Ga ik er een topje van maken.
En deze gewoon ook. Echt superleuk. Dat verschil met kleuren. Ja, ik hou ervan. Dus mocht je een leuk strengetje zien, ga naar mijn webshop en dan kan je ze bestellen. Ja, ik ga nog heel even snel breien vandaag. Ik ga even mijn video editen, want ik moet op tijd weg. Dus dan hoop ik dat hij, als jullie hem zien, dan staat hij online. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. En drink genoeg water, hè, want het is best warm. Nou, geniet van jullie week. En veel haak- en breiplezier en maak er een feestje van. En geniet van elke dag. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. I told my boys that I found the best woman around. She's so sweet to my fantasy treat. Sexier than lingerie. Strong as a serrated blade. Smart as can be. You'll think she had a PhD. One look in her eyes and I'm mesmerized and hypnotized. She has class in the body of an hourglass. I know she's the one for me. It's her I want to please. No, I can't compare. Not a game of truth or dare. She got me going.